Er was een verkoop van oude spullen, een soort rommelmarkt. En dat was voor het goede doel Hope and Belief. En wij repeteren in het praathuis. En daar staan ook de grote trom en de sneertrom van het Welkers de Truiters. En iemand heeft bedacht om de kleine trom op die tafel te zetten en te verkopen. En helaas, dat is gebeurd. Weet jullie wie dat gedaan heeft? We hebben geen idee. Nee. Weet jullie ook wie hem dan ook verkocht heeft? Ik heb begrepen dat de contacten er zijn met Hope and Belief, degenen die het georganiseerd hebben. En ja, dus allemaal nog pril. We hopen dat iemand dus inderdaad weet van, oh, dat is die en die persoon geweest. Wij weten precies wie het dan geweest is. Komt goed. We hebben zaterdag een optreden in Raalte. En ja, dan willen we eigenlijk compleet staan. Zonder snare is muziek maken bijna onmogelijk. En wat als hij voor zaterdag niet terug is? Hebben jullie een backup plan? Ik hoop dat er een muziekzaak is die het programma ziet. En die zegt van, nou, ik heb nog wel een trommeltje staan. Alle hulp is welkom. Zo'n trommel die kost een kleine 700 tot 800 euro. Er zat een hi-hatje op, dus een klein bekkentje en een grote bekken. Ja, er zijn toch twee ook dingen die erbij horen. En ja, het is weg, jammer genoeg. Dus hopen dat het allemaal voor zaterdag weer terug is.